Dus ik word doodgegaan en ik verstrooid worden in het IJsselmeer. Dus Romke wordt erkend, dus niet ik, hè. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben een vloggende 50-plusser. En ik zit met nat haar in de auto, want we hadden nogal wat haast. Want we moeten vroeg in Akkrum zijn, want de boot gaat uit het water. Zo, we zijn aan boord. We gaan voor de allerlaatste keer de motor starten. En dan varen we dus buitenom, want je kan niet binnen door in de haven. Want die steilers lopen hierdoor, dus daar kan je niet doorheen. Dus we moeten nu buitenom naar die kraan varen. Of kraan, ja, het is een helling. En dan doen ze met een soort oplegger, met een tractor, trekken ze hem eruit. Zo, we zijn naar de plek gevaren waar die eruit komt. Kijk. Hier ligt hij en daar komt hij er straks uit. Ik ben hier helemaal triest van. Ik vind het zo jammer dat het seizoen over is. Maar ja, dan gaat hij half jaar weer op de kant. En dan april zo'n beetje kunnen we weer met dit water, denk ik, weer in maart, april. Dan kunnen we weer varen, hoop ik. Toen regende het, dus ik kan niet meer filmen nu. Helaas. De wind, door de regen, dwars door alles heen. Door de storm, al zit alles me tegen. Door jou ben ik niet alleen. Zo'n mooi nummer. Ja, wat doe je anders in de auto als je je verveelt? Chris zit op de boot. Die is bezig om de boiler leeg te tappen en andere dingetjes te doen. De boot staat nu op drogen. Dus met een trappetje is die erop. En ik zit in de auto, want het is vies weer. En Romke wil ook niet verder meer lopen. Die heeft al een stukje gelopen. Dus ja, ik zit hier maar wat te wachten. En dan ga je eventjes op YouTube. Zo'n mooi nummer van Sanne. Miss Montreal.
liedje van Stef Bos. Een hele goede morgen. Vandaag is het zondag. Het is een druilerige dag. Wij zijn natuurlijk gisteren geëindigd in Akkrum met het vloggen met dat de boot eruit ging. En toen was ik aan het filmen, toen begon te plensen, dus toen moest ik mijn camera opruimen. We gaan straks even met Romke. Ik denk even in Staveren, even lekker lopen. Zo, we zijn vlak bij Staveren. En we hebben hier ooit met de zeilboot gelegen. En hebben we nog een pasje van de haven. Dus we zijn heel benieuwd of dat nog werkt met de slagboom. Of dat pasje het nog doet. Want ja, we zijn er natuurlijk al sinds 2017 denk ik al weg. Ja. Dus het is een heel oud pasje. Maar tot nu toe zijn we wel iedere keer nog die haven ingekomen. En er zit een slagboom voor. Hé, hey, Romke. Maar dat gaan we eens even uitproberen. Ik heb toch wel zoiets van, ik wil hier laten wonen in deze omgeving. Het gaafste land. Het IJsselmeer heb je en je hebt er bossen. En het is mooi glooiend. Ja, het is heuvelachtig. Heel mooi. Ja, als je oud bent en met een rollator loopt, is heuvelachtig ook niet echt handig. Ja, thuis zijn er ook niet. Ja hoor. Ja. Geweldig. Nou, hier zit het. Nou, we zijn bij onze oude plek hier. Hier lagen wij altijd. Dit was onze steiger en daar waren de douches. Die zijn er nog steeds, maar voor ons dan... Oh, daar drijft wat in het water, zie je? Waar? Ja, daar, hier, iets wittigs. Hier hebben wij heel veel jaartjes doorgebracht. Vooral heel veel in de haven. Kom eens. Ja. Paviljoen potvis ziet er weer netjes uit. Ja, dit was onze plek. En dan hadden we zoiets, zo'n soort zeilboot. Oh, heerlijk. Ik ruik het IJsselmeer weer. Gelukkig kan je me niet krijgen met IJsselmeer. Dus ik ooit doodgaan en ik verstrooid worden in het IJsselmeer. Het is maar dat je het weet. Dus je moet het IJsselmeer opstarten.
we zijn weer onderweg naar huis. We rijden nu weg bij de buitenhaven van Stavoren. En wat wel even leuk was, Romke werd herkend. Ja. Wij liepen bij de sluizen en we moesten even wachten, want er lagen allemaal boten die eruit moesten. En toen liepen we door en toen was er een echtpaar met een hondje en die keek alles. En toen zat die man, vlogger? Ik verstond hem eerst niet. Ik denk, ja, ik hoor wel dat je vlogger zegt, maar ik denk, ja, het zal ik wel verkeerd verstaan. Maar toen was het van, u bent toch vlogger? Ik zei, nou wat grappig. Dat is de eerste keer dat ik herkend word. Maar toen had die vrouw gezegd, hé, daar loopt Romke. Dus Romke wordt herkend. Dus niet ik, hè. Romke is beroemd. Nou, leuk. Ik heb even gevraagd, die mevrouw heet Marjolein. Nou Marjolein, als je kijkt. Heel leuk dat ik je even gezien heb. En heel leuk dat je geabonneerd bent. En ja, hou we zo. Heel leuk. Ja, weer terug naar huis. En het is een beetje regenachtig nu, dus het werd ook tijd om naar huis te gaan. Ja? Koffie. Koffie, ja. We hebben even ergens kibbeling gehaald. Dat is bij de fontein. En dat is zo'n visteentje. En dat was het goed geregeld. Je kon mooi op afstand blijven en als je besteld had, dan moest je weer naar buiten. En er waren allemaal strepen waar je achter moest gaan staan, dus dat was heel goed geregeld. We hebben dus altijd van die desinfecterende doekjes mee. Ik zal ze even laten zien. Dat zijn deze. Van Detox. Ik heb geen idee waar ik ze weg heb. Het zit ook heel veel in en ze zijn ook heel goed nat. Dus, ideaal, je kan de omgeving ermee schoonmaken, maar ook je handen. Dus heel blij mee. En hier zijn de windmolens weer op de achtergrond. En op naar de koffie nu. Nou lieve mensen, het is alweer donderdag. Ik ben met Romke aan het lopen nu, ik heb gewerkt. Ik was gisteren bezig met het editen van de beelden van het weekend. En ik kwam erachter dat ik eigenlijk best wel weer genoeg materiaal had voor een weekendvlog. Dus ik wou er maar een weekendvlog van maken in plaats van een weekvlog. Ik ga nu ook de vlog afsluiten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Steek even dat duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Je kan nog steeds abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Dat is helemaal gratis. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende vlog. En allemaal heel goed weekend. Doei doei!